kreeg zelf de kans om gegevens te halen uit de inauguratie toespraak van mevrouw McLeod. Ze zei bepaalde dingen toen in de ronde kerk. Ik was net nog bezig, dit kan er nog bij, met verwijzing naar haar inauguratiereden. Dus dat het tenminste op dat punt ook geüpdate is. Belangrijk is dat u dat toch wel een beetje kunt doornemen, lezersvriendelijk gemaakt. Elk nieuw hoofdstuk heeft een samenvatting van het vorige hoofdstuk. Korte dingen erbij, zaken die kritisch soms ook leerrijk zijn. Maar snel doen, het begin met een theoretisch gedeelte. Een theoretisch gedeelte, wat is een staat, hoe is die staat ingedeeld? Ben je het over trias politica, wat bleek? Het is ontstaan meestal uit een duale politica. De groep die de macht heeft met het wapen en het fort. En de groep die het geld heeft met de planterij en noem maar op. En daartussen, we hebben het ook, je ziet het vaak genoeg. Daartussen is er een overleg nodig. Want die groep die de wapens heeft en het fort heeft en de kanonnen heeft. Die bestaat niet als er geen plantages en planters en geldmakers en investeerders. Slavenhouders waren dat op een gegeven moment ook. Ja, en commercie is. En die groep die dat heeft. Heeft ook bescherming nodig van de groep die het wapen heeft. Dus dat is dan de grond, het grondkenmerk van die vroege kolonisaties. Dan zie je altijd het fort, de kazerne, de bevolking en de planters, de handelaren, de geldmakers, de scheepvaarders, de banken, noem maar op hoe je het noemt, wisselkantoren enzovoorts. En belangrijk is dat tussen die twee groepen er vaak overleg nodig was. En dat overleg werd via een orgaan gedaan, die kiezen wat mensen, deze zet wat erbij. En dat overlegorgaan, dat die twee machten eigenlijk, waar ze elkaars belangen gingen afwegen, dat is later dan gewoon wat we kennen als assemblee en parlement en volksvertegenwoordiging, noem het maar op. En al heel vroeg zie je dat in Suriname dat is ontstaan, want ik ben op zoek gegaan naar waar is die politieke cultuur van ons begonnen. Niet in 1947 toen het algemeen kiesrecht, lang voordien, Willow Willem, 1650, daar begon het al. Want de planters toen hadden het ideale situatie dat er geen gouverneur werd benoemd. Willoughby had het te druk om te hosselen met de koning Karel I, Charles I, ja, om die kolonie hier in zijn eigendom te krijgen. Hij had het als pacht gekregen. Hij was het om het als eigendom te krijgen. Daar wouden we in Engeland met burgeroorlogen en toestanden. Cromwell komt aan de macht via het parlement. Koning wordt afgezet, wordt geëxecuteerd, ter dood gebracht. Cromwell niet. Wel, die gaat nu met Cromwell praten om zijn zaak te hosselen hier. Ja? Intussen kwam hier toch wel aardig wat kolonisatie op gang. En heel mooi. Het begin, het stukje gaat daarover, daarop zal ik er alleen hebben snel. Ja. Willoughby stuurt op een gegeven moment, was hij dus gouverneur van alle Engelse bezittingen in het Caribisch gebied geworden. Hij had dat gehad en hij was gouverneur benoemd. Oké. En ook het gebied tussen de Marowijnen en de Kobbenamen. Het Suriname of Suriname, hoe ze het wilden, toen al was die naam bekend. En op een gegeven moment stuurt hij vanuit Barbados, want daar was zijn vestiging, daar had hij zijn gouverneurschap, stuurt hij dan een groep verkenners naar Suriname. Je moet maar op de kaart kijken hoe die route naar Suriname is, is bijna lijnrecht. Je kan lekker varen met de wind mee, op de Amazonestroom komen en dan kom je terecht waar je moet zijn. En die verkenners komen hier, militairen, ze koeks waarschijnlijk, en het is goed man. Het hierzin is geweldig. Water dat je kon drinken, gewoon de rivier, moet je daar waarmee dus niet doen toen. Ligt dicht bevolkt, volgestopt met mensen die vluchten uit burgeroorlog in Engeland. Ze aten 3 maaltijdsdaags braad, dus vlees, vis, gevogelte, dier uit het bos. Dus die mannen stuurden bericht terug met het eerstvolgende schip van, hé, apres jagum. Netjes om te leven, de mensen zijn gaan strijden. Indianen inheems hadden toen geen bezwaar tegen ze, want ze kwamen geen land roven van ze. Ja. En Willoughby kreeg goede berichten. Hey, ik heb een goede slag daar geslapen, dat ding moet ik echt hebben. En hij schrijft het, en dat is het mooie, hij schrijft het aan zijn vrouw die in Londen toen veel vertoefde. En zegt, we hebben hier, ik heb het hier aangehaald, ik mag het wel even lezen. Ja, in die tijd wat hij heeft geschreven, maar ja. En zij kreeg die brief en vertelt het aan de kringen waarin ze verkeerd. Ja, dat gaat dan, de kringen van vrouwen en het netwerk en zo. En ze zegt, oh, mijn man heeft daar een gebied,
daar en het water is daar helder, ik kan goed drinken uit de rivier. En het vogel ziet er driemaal staags vlies. En dan denk ik, wat? En dat ging rondverteld, werd rondverteld, ging ook via Barbados het bericht. En dat, die kolonie trok mensen. Trok mensen, en inderdaad, nee, maar ziet dat? Brede rivieren, vruchtbare grond, bossen. En de ene plantage na de andere werd opgezet. En ja, het begon te trekken, die mannen begonnen geld te maken. En ik heb een oude kaart uit een van die boeken van meneer Jos Fontaine, die publiceerde voor de Suralco magazines. En daarin zie je een oude kaart van Willoughby Land. Heel schetsmatig moest ik het verkleinen, want ja, op een groot glas zie je ook de namen van die rivieren. Je ziet Torarica staan, dat is zij dus. Je ziet ook staan een gebied daar, een zijtak van de Komewijnen. Ja, werd zelfs Willoughby River genoemd, dus daar kom ik toch niet kwijt. En dat gebied ertussen staat op die kaart geschreven Specklewood Country. Specklewood Country. Letterhout land. Die mannen die kapten dat letterhout bij tientallen kubieke meters. Dat werd geëxporteerd. Letterhout hadden dat van vandaag. Het waarde. Hartstroepjes hoort met al die spikkeltjes erin. Dat wordt op die kaart genoemd. Specklewood Country. Tussen de Suriname die vier en een zijtak van de Komewijnen. En daar tussen staat dan. Hè? En je staat versteld ervan. Je zegt, wat? Ik heb net monitoren, ik heb kapot mijn vak onder. Tenu. Nu gaat het de andere kant op. Ja, maar goed. Dus je ziet dat die kolonie trok aan. Willoughby zag op een van zijn reizen van, ik moet daarin nog echt gaan. Ik heb zoveel geld erin gestopt, mensen gestuurd naar daar, kolonisten aangetrokken. Wat een pacht hebben. Noem maar een robatoi. Ivan heeft zelfs, toen hij hier op bezoek was, heeft hem in Torarica een kerkje aangevallen. Maar hoe doet je maar wie kap dat aan me? Ik zag wel even met Sabel. Willoughby kap terug en ben je er aangeboren gewoon. En ben je dat we het overliefd. Een of andere plan. Maar het frappante is dus dat die kolonie in die periode dat Willoughby dus geen gouverneurs kon aanstellen omdat hij steeds op en neer was. Op een gegeven moment wilde Cromwell iemand zetten, maar goed, wat man vindt, die hele club die heeft hem weggejaagd, na een jaar of wat. Want het was een Cromwell gezinde en de meeste planters hier waren royalisten, mensen die de koning nog aanhielden. Wacht op zijn terugkeer met Karel II, Charles II. Dus, op een gegeven moment hebben die planters hier de beslissing genomen om zelf hun gouverneur te kiezen. Dat is uniek. Zo kozen dan een vertegenwoordiger van de raad, zo'n parlement. En die koos dan uit hun midden een voorzitter. En die noemden ze ook in het Engels president. Dat was hun president. Dus we hadden toen aan een president, maar Engels uitgesproken. En die president werd voor 1 jaar, had hij volmacht, regeermacht. En naar dat jaar weer gezegd. En een van die kerels die in het gezelschap van Willoughby via Barbados hierheen aangekomen was, die heeft zijn kans mooi gevonden. Hij heeft goede contacten met die planters hier, maar dat ratje toe, want het was van alles en nog wat hier terecht kwam. Avonturiers, mensen die voor de wet gevlucht waren, krimineeltjes, weet je noem maar op, nou, religieus georiënteerde mensen, joden. Die hadden altijd een uitdracht zoeken naar een beetje vrijheid. En een van die bekendste die zelfs tot 3 keer is herkozen, was Bayham. Ja, president Bayham. En op een gegeven moment werden allerlei dingen gedaan. Hij werd geroddeld over hem. Hij had meegewerkt met dat hij die Hollanders ter gunste geweest. Maar op die oude kaart zie je nog staan dat die landtong, die we hier in de monding van de Suriname rivier hebben, stond erop geschreven, zie je het groot glaasje even. Hier staat dat die landtong heette Bayham's Point. Juist. Toen de Hollanders overnamen is die naam gebleven, maar het is een beetje vervlakt, verbasterd. Braamspunt, Braampoint, Braamspunt. Ik weet toch hier geen Braam, ik ga toch hier geen Braamspunt noemen. Dat is een verbasterd van Bayham's Point. Dus je ziet dat heel vroeg dingen in deze samenleving zijn gaan groeien. Nog steeds, het is geen uniek iets, maar nog steeds kiest het parlement de president. 1650, daarvoor. En nog steeds bleef er in dit land een sterk gevoel van tolereren van allerlei verschillende gezinten.
verschillende religieën, verschillende hooglaag, rijkarm, etnisch daar, joden ertussen, maar alleen naast elkaar en die verniet te veel met elkaar. Dat is gebleven achter de vandaag. Accepteren, te leren, maar niet te ver, misschien niet te blijven. Je ziet dat die drang naar vrijheid ook is gebleven. Want toen de zeeuwen kwamen en het systeem van, wij gaan nu de gouverneurs benoemen, kreeg je al gauw een heel ander geluid. Toen we die zaak verkocht aan de geactiveerde sociëteit Amsterdam met de West-Indische Compagnie, met Aartse Sommelsdijk als aandeelhouder en die werd de eerste gouverneur. Dat was een autocraat, een dictator. Die maakt ruzie met iedereen, met zijn ambtenaren, met de planters, met de andere twee aandeelhouders van de West-Indische Compagnie, met en ook met arbeidskrachten. Maar het is een heel oud systeem dat de Engelsen toen ook al hadden, het systeem van contractarbeiders, contractarbeid, indentured labor. Daarom toen later de immigratie op gang kwam, was het een oud systeem voor ze. De Hollanders kenden dat systeem. Die zijn gaan, misschien uit zuinigheid, zijn ze mensen gaan kopen, leidwegenen maken, slaven maken. Toen de Engelsen hadden dat systeem van, je bent onder contract, je bent wel op bepaalde punten lijkt het op slaven, je wordt betaald. Dus altijd is er in dit gebied een probleem geweest met arbeiders. Dus soms denk ik aan het probleem ook. En liet dan allerlei figuren uit Nederland halen die een beetje over de schreef waren gehaald. Niet al tuchthuisboefjes, rasphuisboeven worden ze soms genoemd. Militairen die daar een vergrijp hadden en veroordeeld waren tot taakstraf. De man kwam. Heeft hij deze mensen allerlei zware werkjes laten doen en slavenarbeid laten doen. Die zware rotsblokken die om het fort heen zijn aan de oever van de rivier. Maar met de man wat denk. Gaat even met mankracht doen. Het uitdiepen van die Pamoerkreek, ja, dat is die naam van die kreek. Je maakt een bocht daar bij de waar nu die Wakapasi is. Ja, en dan loopt hij langs de Gravenstraat toen, Arnhemstraat, naar Charlesburg. Dat heeft hij laten uitdiepen. Met mankracht. In dat moerassig gedeelte daar achter die schelprits waar de Gravenstraat is. Ja, maar dat hadden we op. Op je wel eens opstandig, zoals de muitzuchtig staat in de geschriften. En ze gingen vragen om wat meer salaris of wat meer. Je hebt een nieuwtje, eind van de week kregen ze. Hoe noemen ze dat weer? Oorlam, no? Je hebt toch zo'n oor, nou, een nieuwtje, dat ze ervan makkelijk. Ja, maar die hoort toch. Er heeft een aantal van hem op een ochtend op een toren geroepen en ze hebben hem een beetje omhuis verdronken. Ze hadden daar al in het fort de drankkamer geplunderd. Dus ik maar weer droom was zo'n 12 van die kerels. En soms deed ik met de commandant van het fort aan de Tamarindelaan. Ik heb die kaart ook gevonden bij Fontaine, waar die Tamarindelaan loopt. Dus nu waar die weg een bocht maakt voor het paleis. Daar liep hij dus. Maar dan kan je moet niet met ze praten, zegt hij tegen de commandant van het fort. Maar hé, wat de commandant van het fort? Zij loopt op die mannen af. Heer, rustig. Maar ik schuif op. Nou, soms denk ik dat. Kom maar aan, zwaar. Maar soms denk ik was cavalerie-officier. En die cavaleristen zijn geen mensen die met het voetvolk praten. Militair, dan kom je. Ja, die zat het waard. Dan kom jij nu daar en stel zuiplappen. Ja, je werk niet willen doen, kom je op mijn dag niet mee verstoren. Maar haar zwaar, dat was zoet allemaal. Blijkbaar wel op 30 pogen gaten, terwijl we daar op slag doen. En zo'n commandant heeft ook een behoorlijke buikwond gehad. En ze hebben toen het paleis geplunderd. Ze hadden drank genomen, hadden eten genomen. Ze hebben het fort toen overgenomen. De commandant was neergeschoten, de gouverneur was dood. De waarnemend gouverneur is nog met ze gaan praten, hebben ze weer vastgehouden. Die man heeft laten overgenomen. Dat was de eerste militaire machtsovername uit de rijen als land. Een week lang hebben ze onderhandeld met ze en ze hebben het fort dus goed, als je die oude kaart ziet hier, en dan zien we dat het fort goed beschermd was, ook aan landzijde. Waar nu de assemblee is, was een hele slotgracht. Die kwam er niet overheen. Dus die man had het goed verschanst. Maar wat hem gekild heeft, ze hadden zichzelf ook opgesloten, dus aan de begin keer de man.
voedsel tekort, drank tekort. Toen begonnen ze een beetje toegevelijker te worden. Ja, je ziet dat ook in de werkelijkheid onlangs gaat, maar wordt wat toegevelijker. Ja, weet je wel. Toen hebben ze gezegd, oké, geef ons een schip, vrije aftocht, dan gaan we vertrekken. Ah, dan maar met de mango, vaarschip lossen, dan maar klemmachine. Wat je zou zeggen, klem gereden, ze hebben dat schip klem gevaren, voor alle de man. Wat zullen die man hebben gedaan, was geen mannigheid. De mannen zijn ter dood gebracht. Waarvan de vier, of de drie die hebben geschoten, die hebben ze geradbraakt. Dan wordt je op zo'n wagenwiel gebonden, met je handen en voeten wijd uit. En dan slaan ze met grote, dikke stokken, slaan ze al je ledematen kapot. Dat moet de meest pijnlijke dood zijn die er bestaat. En later hebben ze die mensen teruggestuurd. Ja, toen de macht was overgenomen, het eerste zei hij maar doen. Oude traditie. Er is een dankdienst gehouden. Ja, heel erg bedanken dat de macht weer in handen is van. In ieder geval, het is allemaal toch wel die schrik soms als je leest wat er in het verleden is gebeurd. En die mooie kolonie die het was vol waterrijk en... Die werd al vol een nogal behoorlijk bloederige toestand hier met onderdrukking en met marinage en plunder. Helaas. Maar goed, we hebben nog steeds het land, de rivieren stromen nog, de lucht is nog redelijk te beademen. Het water kun je nog drinken uit de kraan. We kunnen drie maal daags. Denk het niet, eenmaal staat in politiek, maar kan. We hebben de rijkdom genoeg om dat te kunnen, en waar die rijkdom naartoe gaat, weet ik niet, maar goed, we hopen dat het toch wel terecht komt. Het boek is voor een speciale prijs van 350 te verkrijgen. Als u het vandaag niet koopt, u kunt het bestellen, dan krijgt u het nog tot eind van de maand voor die prijs in plaats van 400. Bedankt voor uw aandacht en het was een waar genoegen met u te zijn.